Vera, wat leuk dat je er bent. Wat gezellig. Ga vast lekker zitten. Want vandaag gaan we laten zien hoe we deze gezellige vlindervilla gaan maken. En dit is wat we daar allemaal voor nodig hebben. Een fles, zwarte verf, lijm, een schaar, een snoeischaar en takjes en mos uit je achtertuin. De eerste stap is om deze fles in 3 delen te knippen. Zo, en het middenstuk hebben we niet meer nodig. Weg ermee. Aan de onderkant knippen we nu 3 verticale gleufjes, zodat de vlinders daar straks naar binnen kunnen. Zo, en nu kunnen we de onderkant en de bovenkant aan elkaar vastmaken. En nu kunnen we de fles helemaal zwart spuiten. Hé Vera, kom je even kijken? Ja, het wordt mooi hè? Kijk, nu kan je de ingang goed zien. Tegenwoordig hebben mensen steeds minder groene in hun tuin, maar dat is natuurlijk niet goed voor de vlinders. En daarom maken we vandaag een huisje waar de vlinder alsnog lekker kan schuilen. Nu de fles droog is, kunnen we hem versieren met de takjes. Rosalie heeft alle stappen voor deze vlindervilla op een rijtje gezet. Kijk op de website van Zappelin. Voor wat extra stevigheid kan je er nog wat touw omheen wikkelen. Als laatste stap kunnen we nu nog het dakje versieren met een beetje mos. Zo. Nou, en nu is die af. Hé Vera, en? Vind je hem mooi geworden? Ja, ik vind hem ook prachtig. Ik zou er zo zelf wel willen wonen.